Ja, daar zijn ze dan weer. Matthijs van der Bos, Benjamin van der Zwan. Nou, zeg maar jongens, hoe was het? Stem het nog even af, het antwoord. Nou, Nieuw-Zeeland was vooral mooi. En ja, voor de rest was het goed. Het was super. Het was echt helemaal geweldig. Jullie waren op wereldreis, lang weg geweest. Hoe lang alles bij elkaar ook alweer? Alles bij elkaar zijn we 4 maanden weg geweest. Oké, even de landen in vogelvlucht. Landen in vogelvlucht, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Thailand, Indonesië. Ja, vergeet ik niets. Nee. Helemaal niks vergeten aan verhalen te vertellen? Oh. Verhalen vertellen. Ja, we zijn vooral heel actief geweest. We zijn veel hard gelopen? Maar niet hardlopen. Surfen, raften, bungee jumpen, parachute springen. Hoe ging het samen eigenlijk? Want jullie gingen voor het eerst samen weg? Ja, we kennen elkaar eigenlijk ook nog niet zo heel lang. Ongeveer 1,5 jaar. Maar wonderbaarlijk geen discussietje gehad. Geen één. In 4 maanden tijd. Geen één. Het was een beetje liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Het was eigenlijk... Meer dan. Meer dan. Ja. Met wat voor gevoel kom je nou terug na zo'n wereldreis? Ik heb eigenlijk gelijk op dag 1 heb het idee dat je alweer 3 maanden thuis bent. Gaat het zo hard? Het is heel snel weer gewoon. Ja, klopt. Ik heb hetzelfde. Ja? Ja, ik was 2 tellen wennen. Voor het eerst auto rijden. Nou, eerste 2 meter denk je, oh ja, rechts rijden. Dan moet je schakelen, want daar heb je bijna alleen maar automaten. Maar ja, dat is echt zo snel, ben je eraan gewend en dan voel je je weer gewoon hier weer thuis. Dan zie je toch dat dit gewoon niet thuis is. Wat was de mooiste ervaring, jongens? Zonder bankje gepakt, jongens. mooiste ervaring. Voor mij duiken. Ja, zeker weten. Duiken in de Great Barrier Reef. Vertel eens. We hebben eigenlijk gelijk de eerste week hebben we zo'n 7-daagse duikcursus gedaan. En hebben we onze paddy gehaald. En het, ja, dat is zo verschrikkelijk mooi onder water. Dat is echt bizar. Echt een, ja, een hele andere wereld, zeg zo. Had je vaker gedaan voor die tijd of niet? Ik had een paar keer gesnorkeld en 1 keer gedoken. Maar echt gewoon in donkerbruin Hollands water. Dat is toch anders dan al die kleurtjes. Ja, dat is echt verschrikkelijk mooi. Ja, we waren elkaars buddy ook, dus dat was wel gaaf. Je duikt met z'n tweeën naar beneden. Je kan zelfstandig doen op een gegeven moment wat je wil. En ja, dat is geweldig. Je kan zelf naar links of naar rechts als je dat wil. En, ja, dat we hebben met haaien gezwommen en gedoken dan. Met schildpadden, mantarees, dolfijnen gezien. Echt van alles. Stop. Ja. Dat was de mooiste ervaring. Wat was de gekste ervaring? De gekste ervaring was... Als we ook gingen rijden of zo, denk ik. Dat hebben we wel mooie momenten mee meegemaakt. Rijden. Gewoon auto rijden. Ja, maar dat was vaak spannend. Het allergekste. Ik denk... 1,5 liter bier in 2 minuten. Dat was het gekste. Hoeveel, Matthijs? 1,5 liter bier. Was het een weddenschap? Ja, het was een weddenschap. Ja. Nou, voor mij was misschien denk ik nog wel de gekste dat we... Aan het einde van de duikcursus gingen we met de instructeur naar huis. Daar waren 7 andere instructeurs ook van de duikboot. En daar hebben we nog wel een aardig avondje beleefd. Ik denk dat dat voor mij de gekste avond was. Hey, het verhaal gaat dat jullie het financieel ook redelijk hebben gerooid daar. Met af en toe een gokbezoekje of lag het anders? Nee, dat is echt goed. We zijn met poker redelijk wat van onze reis terug kunnen verdienen. Dus dat was, zijn ze daar zo dom of zijn jullie zo... Ja, goed. Ligt eraan waar. Beide. We hebben het goed gedaan en er zijn heel veel stommelingen bij. Klopt. Maar niet overal. Melbourne waren goede spelers. Dat was de Aussie Millions en een van de grootste pokertoernooien van de wereld. En dan zie je wel dat iedereen die wat met poker te maken heeft, die is daar dan te bekennen. Inclusief alle goede spelers. In Brisbane, Sydney, Auckland. Dat was het wegvegen. Over het algemeen zitten er niet zo goede spelers. Okay. Hey, er staan even geen vrouwen in de buurt. Hoe ging het op dat gebied eigenlijk, hier nu? Nee, niks gebeurd. Niks gebeurd? Nee. Nee? Leuke vrouwen gezien, maar verder kaarten schrijven en... Het is echt een land voor Thijs. Allemaal blond. Sletterig en blond. Dus dat is top. Dat is wel lekker zo op Duno TV. Ja. Terwijl ik op innerlijk val. Maar ja, oké. Dat weet iedereen wel, denk ik. Hey, we staan naast het voetbalveld. Ja. Weet u nog hoe dat spelletje gaat? Of, Het is lang geleden. Maar we hebben in Australië ook 2 voetbalwedstrijden bezocht. Ja. Die hebben ze pas opgezet daar, zo die elite. Dus we hebben het nog wel 2 jaar. Ja, 2 jaar of zoiets. Dus we hebben wat voetbal gekeken, dus we weten het nog wel. Oké, hebben we een topconditie terug? Ja, we hebben de laatste week in Bali hebben we volop gefitnessd. En daarvoor waren we heel goed bezig met buitensporten, dus kunnen we zo het veld opstappen. Oké, maar er komt een kleine vakantie aan, geloof ik. Ja, na zo'n zware reis moet je toch ook uitrusten. Dus volgende week nog 1 weekje weg en dan ben ik in ieder geval weer terug. En Benjamin gaat nu al dinsdag ook weer lekker terug. Ja, ik ga dinsdag gelijk aan de bak, hè. Dus kijken of we er nog wat voor kunnen maken dit seizoen.
zowel voor het tweede als voor het eerste zijn er genoeg dingen te behalen. Heb je het voetbal een beetje gemist? Ja. Ja? Een beetje wel. Ja. Kiespijn soms. Maar als ik dan die trainingen zag, hoe koud het iedereen had en met lijken kopjes, dan vond ik het niet erg om te missen. Maar nu begint het wel weer een beetje te kriebelen. Als ik dit dan zo weer zie, dan heb ik er wel weer zin in. Ja. En wat gaan we nog merken dit seizoen bij Dino, Thijs, van jou? Ik hoop dat ik na een aantal weken training weer lekker aan kan sluiten. En Ben, wat ga jij nog betekenen voor Duno dit seizoen? Ik hoop dat ik inderdaad ook gewoon mijn steentje nog kan bijdragen. Er zijn denk ik genoeg schorsingen. Volgens mij elke keer als iemand nu een gele kaart pakt, dan is er eentje geschorst. En nou, als ze me nodig hebben, zal ik mijn best doen. Dus we zien wel waar we eindigen. Oké. Staan hier twee dikke vrienden? Ja, zeker weten. Zeker.